Winterswijk is een hele dynamische gemeente waar erg veel te doen is. Samen met onze 30.000 inwoners werken wij constant aan de verbetering. Onze sterke punten zijn natuurlijk de ligging in het prachtige landschap in de Achterhoek. Winterswijk is zelfs samen met de buurgemeentes nationaal landschap. En dat dan weer in combinatie met het stadje wat we eigenlijk ook zijn. Het stadje met de voorzieningen die daarbij horen. Heel veel mooie voorzieningen waar de mensen geweldig van kunnen profiteren. Zoals ons winkelaanbod, het ziekenhuis, de golfbaan, de scholen. Te veel om op te noemen. En die combinatie die maakt ons echt uniek. Dat bouwen we verder uit met een aantal hele mooie uitdagende projecten. Ook in onze toekomstvisie. En daar willen we u vandaag graag iets meer van laten zien. We staan hier bij schooltegoed Roerdink in Zwolde in Winterswijk. Roerdink is een van de oudste schooltegoederen in het gebied en maakt onderdeel uit van het TRAP-project. TRAP wil zeggen toeristisch recreatief aantrekkelijk project en is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van cultuurhistorie in het gebied en ook de economische ontwikkeling van cultuurhistorie te bevorderen. Een van die dingen hebben we recent gezien, dat is de restauratie van de Spieker Ravenhorst, een gevolg van de TRAP. En een ander project is door de recreatieondernemers aangedragen. Die hebben dat ontwikkeld. Dat zijn de praatpaaltjes, de trappaaltjes die bij alle borden zijn gezet, bij alle routepunten. Op het moment dat u op het pedaal trapt, vertelt het paaltje de historie van het gebied. U kunt investeren in stenen en u kunt investeren in bedrijven. Maar u kunt natuurlijk ook investeren in mensen en in het samenwerken met mensen. En dat doet de gemeente Winterswijk ook. En dat doet ze vooral in een grensoverschrijdende toerisme en in grensoverschrijdende projecten. En daarom staan we hier bij één bedrijf van Agricultura. En dat is het hoofdcafé Schulze Bessling met een erg sfeervol binnencafé en een landelijke terras, zoals jullie kunnen zien. En dit hoofdcafé is alleen maar één van 113 bedrijven die meedoen in het grensoverschrijdende project Agricultura. En Agricultura is alleen maar één van meerdere projecten die we samen doen, gemeente Zuidloon en gemeente Winterswijk. We staan hier bij het kunstwerk op de Bleekweide. Herstel van de Bleekweide is een van de projecten uit het Bosproject. Het Bosproject is een samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschap, natuurmonumenten en diverse particulieren. Het beoogt het herstel van allerlei mooie parels langs die bovenslingen. Inmiddels is het zwembad, het strandbad, bijna gerealiseerd. En andere projecten vangen binnenkort aan om ook te realiseren. Nationaal Landschap Winterswijk is er één van de 20 in Nederland die dat predicaat hebben gekregen. Het is een erkenning en waardering voor al diegenen die zorgzaam met dit landschap zijn omgegaan. We zetten het landschap niet op slot, maar we vragen wel bij nieuwe ontwikkelingen om zoveel mogelijk rekening te houden met deze kwaliteiten en er misschien nog iets aan te versterken. Daarnaast rekenen we erop dat er in de nabije toekomst een duurzaam systeem wordt ontwikkeld voor financiële vergoedingen voor instandhouding van dit mooie landschap. Ik sta hier voor een nieuwe bouwlocatie op de spoorzone. Hier zal in 2012 een nieuwe school van voortgezet onderwijs worden gebouwd. Deze school zal een unilocatie zijn, komt van 3 locaties naar 1. En die 3 locaties zijn nu gevestigd op de Zonnebrink, in de Prins Hendrikstraat en de Jan Stienstraweg. In samenwerking met de gemeente en de architectenbureau BDP Kandekar zal hier in 2012 een nieuwe school worden gebouwd. Niet alleen een mooie school qua gebouw, maar ook heel functioneel naar de toekomst. Niet alleen een schoolgebouw, maar ook een grote sporthal met daaraan verbonden een turnhal. We hopen aankomende oktober, november te kunnen starten met de bouw. En hopen dan ook in 2012 in de zomertijd over te kunnen huizen naar de nieuwbouw. Ons bedrijf was pilot voor de revitalisering van het bedrijventerrein Venuslab Noord. Samen met het bedrijfsleven in Winterswijk, de gemeente Winterswijk en de provincie is dit project tot stand gebracht.
De bedoeling was om meer groen te realiseren op bedrijventerrein, de weg te verbeteren en de panden te vervraaien en het voorterrein. Dit is gerealiseerd door meer dan 90% van alle bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de subsidie. Dit betekent dat als het project is afgerond, dat het bedrijfsleven weer optimaal kan profiteren van dit bedrijventerrein. Het CDU-doeteam aan het werk, een onderdeel van de sociale dienst Oost-Achterhoek, mede gefinancierd of niet door het kleinstedelijk beleid. We zijn gestart of niet met 2 dagen in de week en uitgebreid sinds april naar 4 dagen. Wat wij doen is voornamelijk werkzaamheden verrichten voor de gemeente Winterswijk, maar ook steeds meer de Berkelland Oost-Gelder sluit daar ook bij aan. Mensen die zien we gewoon door het traject een hele goede positieve ontwikkeling. En we hebben al ettelijke mensen door kunnen plaatsen naar een reguliere baan in de vrije sector. Als Ankerpoort Winterswijk maken wij onderdeel uit van een internationaal opererende organisatie. Vanaf 1932 mogen wij hier in Winterswijk de kalksteen, zoals hier in de bodem voorkomt, afgraven. En dat deze afgraving met name de balans laat zien tussen natuur, economie en nu ook toerisme, dat is ondertussen duidelijk. Met name door het toepassen van deze afgravingstechnieken ontstaan er juist weer nieuwe leefgebieden voor nieuwe habitattypen, zoals bijvoorbeeld de Oehoe. En ook nu met de Steengroeven Theater, de musical Jesus Christ, proberen wij nog meer onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. En we hopen dan ook dat in de toekomst dit op dit vlak en op dit gebied nog vele jaren met elkaar kunnen voortzetten. Samen met allerlei partijen werken we dus aan de projecten waarvan u zojuist een aantal hebt gezien. We hebben al heel veel bereikt, daar ben ik trots op. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar via samenwerking kan. Samen investeren in de toekomst van Winterswijk. En ik hoop ook in de komende tijd op u allemaal weer te kunnen rekenen.